aggressively. We all defend the role we play. Regrettably, time's come to send you on your way. Oké, nou, Senior Charlo's staat hier op de slinger, het plein voor het Larenkamp, met... Laura Zwaneveld en Antje van Bellen. En jullie zijn kunstenaars, nietwaar? Ik ben fotograaf en ik ben beeldend kunstenaar. En nou spreken we met jullie omdat jullie de Charlo's Kunstprijs hebben gewonnen. Kun je ons iets vertellen wat dat inhoudt, die Charlo's Kunstprijs? Ja, het is, officieel is de titel Cultuurprijs van Charlo's 2011. En we hebben de publieksprijs gewonnen. Op basis van de mensen die op ons plan gestemd hebben. En die prijs die wordt jaarlijks uitgereikt. Ik weet niet het hoeveelste jaar, misschien 50 of zo. Maar het kan ook al veel langer zijn, dat weet ik eigenlijk niet. En Angel en ik kennen elkaar via Vice Venus, een creatief vrouwennetwerk. En het leek ons leuk om onze disciplines te combineren. En toevallig was ook toen de cultuurprijs Charlo's waren de indieningen. Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn op zoek gegaan naar iets waarin we onze disciplines konden combineren. En daar is Klik Klak Kleur eigenlijk uit voortgekomen. Ja. It doesn't really matter, don't you worry, it'll all work out. No, it doesn't even matter, don't you worry, that ain't what it's all about. Klik, klak, kleur. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, klik, klak, dat is het gedeelte waar Laura voor staat, de fotografie. En de kleur, dat ben ik eigenlijk. Je moet je eigenlijk voorstellen, twee disciplines, twee scholen, twee wijken. En we hebben gekozen voor Zuidwijk en voor Heiplaats. We willen de kinderen gaan koppelen aan elkaar. Dus we gaan met een groep kinderen de wijk in. Die gaan kijken naar hun eigen wijk. Wat vinden ze mooi, wat vinden ze lelijk, maar vooral waar zien ze nog een kans? En dat kan zijn een elektriciteitshuisje wat heel saai is. Of een gevaarlijk kruispunt. Of misschien een schoolplein waar niet zoveel gebeurt. Dan gaan ze met Laura daar hele mooie foto's van maken. Die sturen wij naar de andere school toe. En die zullen zich moeten gaan verdiepen in de wijk van de ander. En in het probleem. En die gaan er met mij aan de slag om een heel mooi geschilderd beeld te maken. Als oplossing eigenlijk, als idee. En die twee komen naast elkaar op een ansichtkaart. En zo gaan we het presenteren in het voorjaar van 2012. En waar komen die ansichtkaarten dan terecht? Ja, uiteindelijk hopen we dat dat natuurlijk in de wijken zelf komt te hangen. Zodat mensen van de wijk het ook kunnen zien. Maar het zou ook heel leuk zijn als het op een centrale plek ergens in de deelgemeente Charlo's. Zodat veel meer mensen uit de deelgemeente en uit andere omliggende wijken de resultaten kunnen zien. Dat is voor de kinderen natuurlijk ook heel erg leuk om dat op die manier te zien. En wie weet brengt het ook nog de politiek op ideeën. En kunnen dingen ook nog uitgevoerd worden in de toekomst. We hope you enjoy your stay. Is dit de eerste keer dat jullie meedingen naar de Charlo's Cultuurprijs? Ja, dus dat was meteen raak, zullen we maar zeggen. We zijn een half jaar geleden begonnen met het plan schrijven. En 11 mei was hier de uitreiking in de Larenkamp. En toen mochten wij naar huis met de publieksprijs. Maar goed, we hadden ook allebei wel zoiets van, we hebben wel een heel mooi plan bedacht. Weet je? We hebben niet meegedaan aan de cultuurprijs van, laten we eens even de cultuurprijs gaan winnen. Maar we geloven ook wel echt in het plan wat we gemaakt hebben. En hoe dat een impact kan hebben op kinderen. En de concurrentie, was dat, maakte die dat jullie zaten te rillen op je bankje toen het hoge woord eruit kwam of niet? Er waren gewoon hele mooie plannen waren er geselecteerd, 5. En ik geloof ook dat de deelgemeente zich hard gaat maken om alle 5 de plannen te kunnen gaan realiseren. Dus ja, we hadden ook wel zoiets van, we gunnen het de anderen ook. Absoluut, ja. En wanneer gaan jullie nou aan de slag met die kinderen? Of... Nou, we zijn nu bezig met scholen te selecteren. Arno, de cultuurscout, helpt ons daarbij. En dan, wat Anjon net zei, voorjaar 2012... dan hopen we echt groots uit te pakken met de resultaten. Ja.